lieve mensen. Maison Marie, Dolandgerecht, artikel 24. Het Hof van Cassatie huist nog veel verder weg dan het tribunaal. We zoeken een advocaat dichter bij het hof. Dat scheelt in elk geval uren reiskosten tegen advocatentarief. En wie weet is onze nieuwe advocaat wel te bereiken. Inmiddels ben ik zelf ook wat wijzer geworden en heb ik met de hulp van een vriend die bij een Nederlandse rechtbank werkt, Europese regels gevonden die me, zover ik kan beoordelen, gelijk geven. De advocaat is er behoorlijk content mee. Ze stuurt me haar pleidooi en het lijkt er inderdaad op dat het recht aan mijn kant staat. Maar dat was vorige keer ook zo, waarvan akte. Weer zo'n gebouw. Het lijkt wel iets voorover te leunen om het volk ontzag in te boezemen. In de statige barokke zaal is alles net als vorige keer. De verhoging voor de magistraten, houten banken voor gedaagden en advocaten. Nieuw is de glazen kooi. Er zit zelfs iemand in. Het is tenslotte strafrecht. En dan zitten de echte boeven met hun zaken ook in de rechtszaal. Nadat de geboeide Hannibal Lecter door een sluis is afgevoerd, ben ik aan de beurt. Als mijn naam wordt afgeroepen, stapt mijn advocaat samen met de tegenpartij op het podium af. Ik loop met haar mee. Ze fluistert me nog op het hart dat ik alleen de advocaten mag laten spreken. Ze houdt een pleidooi van een paar minuten. De rechters hier hebben nog hogere stapels op hun bureaus en houden ervan de zaken kort te houden. Het lijkt me een goed betoog. De tegenpartij heeft een rommelig verhaal. Schudt steeds met haar papieren en beschuldigt me een paar keer van een leugenaar te zijn. Een erg sterk argument lijkt me dat niet. De uitspraak is over 6 maanden. 6 maanden? Met zo'n zwaard van Damocles boven je hoofd? Het voordeel is dat we nu hangende de uitspraak weer mogen werken. Nog altijd zonder alcoholvergunning. En dus met de zenuwen in het lijf. Maar wat dan? Want zelfs in het tijdperk van de theesommelier is geen wijn verkopen geen optie. Al was het maar voor de omzet. Advocaten zijn ook niet gratis. We maken er een gewoonte van de deur op slot te draaien als onze illegale gasten binnen zijn. Zodat we, als de politie zou komen, tijd hebben flessen en glazen weg te halen. Gasten vinden het wel funky om in een verboden restaurant te eten. Ik vind het minder geslaagd, maar zie geen andere manier. En hoop heel erg hard dat de rechters me zullen dwingen de alcoholvergunningscursus te doen. Dan wil ik nog wel eens zien wie me de bijbehorende stempels durft te weigeren. Dan doe ik even die daarna. Meneer en mevrouw Krok. Aan de boulevard des Capucines vroeg de gast in een eenvoudig café of hij de kaart even mocht zien. De chef-patron zat er maar mee. Want hij had enkel wat brood en ook nog droog. Met eenvoudig beleg, dat was niet goed genoeg. Wat zouden ze zeggen aan zijn toog? Dit was geen ordinaire kroeg. Zomaar een broodje was beneden zijn stand. Ach en wee, alweer een hongerige klant. Maar zonder cuisine kon hij niets beginnen. Toen viel hem het gulden sneetje te binnen. Zachte kaas, korst krokant, voilà monsieur, oud brood op stand. Verrassend, eenvoudig, charmant en een blij tevreden klant. Aan de bar wilde men meer. Laagjes saus, gratineren, snel bereid. Het hartig hapje voor meneer kwam al snel met onderscheid. Een spiegeltje eitje voor madame, voor mademoiselle zonder ham. Tegenwoordig ook met Oreo of overgaren garnaal. Zeg, doe eens normaal. Een krok is misschien bescheiden, maar maak hem nou niet banaal. Dolandgerecht, artikel 25. De advocaat belt. De uitspraak van de rechtbank is binnen. Vrijgesproken. Opluchting is het woord niet. Kilo's bleek er op mijn schouders te rusten. Ineens ben ik ze kwijt. Blij? Dat ook weer niet. Het is meer zoiets als met beide benen in het luchtledige staan. Geen 15.000 euro boete, dat is zeker fijn. Maar we kunnen nooit voldoen aan de eisen, dus ook niet door met het restaurant. We hebben echt alles bedacht, van besloten club tot vereniging, eigen drank en kurkgeld, van galerie tot pop-up elders. Maar het blijft zo dat je ook om 1 minuut per jaar 1 mens te ontvangen aan alle voorschriften moet voldoen. We hebben het nog een zomer gedaan, een illegaal restaurant. Ik vind nevenkopen zo moeilijk. En koken is het leukst als het voor een zaal vol is en ik wilde graag iedereen ontvangen. Ik had geen idee wat dan wel te doen.
Maar dat gaat natuurlijk niet. Steeds maar aan gasten uitleggen dat het eigenlijk niet mag. Ze vragen hun fles van tafel te halen als de wet binnenkomt. Auto's verderop laten parkeren. Met de zenuwen in je lijf serveren. Dat loopt bovendien in de gaten. En dan gaan we de volgende keer verder. Dag! Pierre, wat doet de Pierre? Pierre slaapt.